We kijken naar de zorgverzekering en de zorgverzekering is een wettelijk verplicht, een wettelijk verplichte, wettelijk verplichte ziektekostenverzekering. Een wettelijk verplichte ziektekostenverzekering. In de wet staat dat je verplicht bent om een zorgverzekering af te sluiten. En dat geldt voor boven de 18. Ben je jonger dan... Ben je jonger dan kom je op de polis van je ouders... Ben je jonger, dan kom je op de polis van je ouders. Nou, wat is er verder daar nog? Wat kunnen we daar verder nog over zeggen? Je hebt dan een basisverzekering. Basisverzekering en de naam basis. Daar zitten de meest noodzakelijke zorg in. De meest noodzakelijke zorg is verzekerd. De meest noodzakelijke zorg is verzekerd. Nou, de premie per jaar is ongeveer 1250 euro. En er is ook een eigen risico. En dat is gemiddeld 350 euro. De eerste 350 euro... aan zorgkosten moet je dan dus zelf betalen. Je kunt kiezen voor een lager eigen risico, dan betaal je meer premie. Wil je een hoger eigen risico, betaal je minder premie. Dus hoger eigen risico dat is minder premie. Wil je een lager eigen risico? Dan betaal je meer premie. Maar dat betekent dus ook dat je als je kosten hebt, je meer zelf moet betalen. Nou, je hebt dus de basisverzekering. Daarin zit de meest noodzakelijke zorg. Er zijn ook aanvullende verzekeringen. Die kun je zelf afsluiten. Die zijn vrijwillig. En die kun je zelf afsluiten. Voor bijvoorbeeld de tandarts. Voor bijvoorbeeld je tanden. Daar is een aanvullende verzekering mogelijk. En je kunt ook voor andere zaken aanvullende verzekeringen afsluiten, maar de tandarts is de meest gebruikte. Nou, je hebt verder nog twee soorten. Dat is een naturapolis. Bij een naturapolis dan moet je naar doktoren waar een contract, waar de verzekeringsmaatschappij een contract mee heeft. Dus heb je zelf geen keuzevrijheid. Geen of minder keuzevrijheid. En je hebt ook een restitutiepolis. Dan kun je zelf je zorgverlener kiezen. Zelf de zorgverlener kiezen. En dat is een restitutiepolis.
Korte herhaling. De zorgverzekering is een wettelijk verplichte verzekering tegen ziektekosten. Boven de 18 moet je die verplicht dus afsluiten. Ben je jonger, dan kom je op de polis van je ouders. Nou, het gaat dan om de basisverzekering. En daarin is de meest noodzakelijke medische zorg verzekerd. De premie per jaar is ongeveer €1250. En daar hoort een eigen risico bij van €350 ongeveer. Dat wordt ieder jaar een beetje meer. Wil je een hoger eigen risico, dan heb je minder premie. Wil je een lager eigen risico, betaal je meer premie. Kies je voor een hoger eigen risico, moet je dus het eerste stuk een hoger bedrag meer zelf betalen. Nou, er zijn ook aanvullende ziektekostenverzekeringen, die zijn vrijwillig. Die moet je dus zelf afsluiten voor bijvoorbeeld je tanden. En er is ook een restitutie en een naturapolis. Bij een naturapolis heb je minder keuzevrijheid. Je mag alleen naar ziekenhuizen waar de verzekeringsmaatschappij een contract mee af heeft gesloten. Bij een restitutiepolis mag je zelf je zorgverzekeraar kiezen. En de restitutiepolis is ietsje duurder dan de naturapolis.